het thema van Letter Week is Find Your Audience. Dus dat je gericht gaat kijken naar voor wie je werk maakt. Ja, dat is voor het vierde jaar natuurlijk heel relevant. Want ja, waar, als je dan zo meteen afgestudeerd bent, waar ga je dan naartoe? En waar moet je werk vooral naartoe? Ja, je kunt nu al een hele hoop winnen door nu gewoon te beginnen en je daarop te gaan oriënteren. En je daar in ieder geval bewust van te worden. Dat het dan ineens echt een toets is aan de realiteit. Je kunt mensen heel erg op een voetstuk plaatsen als je het werk in een museum ziet. En dan denk je, wow, dat is fantastisch. Ja. En zo'n goede fotograaf. En dan is het juist heel leuk om te zien wie de persoon achter dat werk is. En dan dat dat ook gewoon maar een mens is. En dan zie je ook dat jij datzelfde ook door zal gaan maken. Precies. Zij zijn ook ooit student geweest, net als wij. Ik heb net gehoord dat we hem gaan helpen met fotograferen ook. Best wel fijn om te weten hoe zo'n fotograaf aan het werk gaat. Vooral als je straks klaar bent. We gaan een foto maken voor scheren. En dat hij daar nu licht aan meten en zo. En ik sta hier met zijn camera en dat vind ik niet eng. Ik heb het licht, dus ik moet zo meteen op de goede plek gaan staan en zeggen of het licht het nog doet. Ik vind het leuk om zelf werk te maken en ineens heb je gewoon 8 mensen die je daarbij kunnen helpen. Dus ik dacht, het is wel goed om meteen een soort, dat je de praktijk ziet hoe een beeld maken gaat. We hebben één iemand die wordt aan een paal gebonden en die wordt zo meteen recht overeind gezet. En 4 mensen die hem gaan tillen om een jeugdherinnering weer te geven van de fotograaf zelf. For the third year it's pretty handy to go do this networking now. Just as how you can see yourself doing the same. Ik vind het altijd super eng om portfolio's te laten zien en ik vond het heel fijn om te merken dat echt wat dingen zijn waar ik wel echt iets aan heb. Je kan wel mooie foto's maken, maar dat is niet meer genoeg. Je moet ook gewoon zakelijk ingesteld zijn en dingen durven. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Jaap Scheren, waar gewoon die kracht ligt, is omdat hij gewoon zo'n ontwikkelde eigen visie heeft ofzo. I think it's important that a photographer has a good vision, has his own style. I think that's what you're getting paid for as well, is not just the conceptual work, I guess.